Dordrecht gaat de 6 gevaarlijkste kruispunten van de stad aanpakken, nog dit jaar. Bijvoorbeeld de Vriezenweg, Hoeksingel. Al vaker aangepakt, bijvoorbeeld met die bult hier. Maar dat is ook de oplossing niet. Zeker, we hebben eind vorig jaar een top 20 vastgesteld. Die is aangevuld met meldingen uit heel de stad van mensen die zeggen, ja, ik voel me daar ook niet altijd veilig. En we gaan nu een aantal punten aanpakken al. En de rotonde bij de Blauwe Tunnel in het Leerpark is misschien wel de gevaarlijkste, met name voor fietsers. In ieder geval 6 dit jaar en daarnaast heel veel punten aanpakken met operatie verfpot, zoals we dat noemen. Ja, en wat te denken hier van de Vriezenbrug, waar je met je fiets zo een onoverzichtelijk punt de vest op gaat. Nou, we hebben een aantal plekken uitgezocht waarvan we weten van nou, daar gebeurt best wat, dus die kunnen we nu aanpakken. En daar is nog niet heel snel wat gepland, want soms nemen we werkzaamheden mee die we toch al doen. We hebben ook nog een uitvoeringsplan fiets wat dit jaar wordt vastgesteld. Of er komen rioleringswerkzaamheden aan. Maar deze 6 die pakken we er even uit, omdat ze in niet op 20 staan. Ja, dit rare hobbeltje bij de begraafplaats, waar fietsers regelmatig in de problemen komen. Soms zijn het echt kleine dingen hoor, maar daar moet een fysieke ingreep plaatsvinden. En die operatie verfpot, wat houdt dat in? Ja, nou heel veel punten waar ofwel iets gebeurt, of waar mensen zeggen ik voel me niet helemaal safe. Dan gaat het ook om niet alleen om de inrichting van de weg en het gedrag, maar ook om hoe duidelijk is de situatie. En dan kan je met een verkeersbord of met een goed aangepunte haaientand kun je al heel veel doen. Is Dordrecht in 2020 veilig qua verkeerssituaties? Eerlijk gezegd zijn we nu ook best een verkeersveilige stad. Want natuurlijk, overal gebeuren in elke stad gebeuren ongevallen. Maar ook bij ons heeft verkeersveiligheid altijd de aandacht. Maar we zijn aan het begin van deze periode bezig gegaan hiermee om het te vinden. Een aantal punten heeft wel wat meer nadruk nodig en daar pakken we de meeste van aan.